Hallo kinderen, mijn naam is Sarah en ik ben de vrouw van Abraham. Ik weet zeker dat je van mijn man hebt gehoord, maar ik zou je ook mijn verhaal willen vertellen en hoe God mij de naam heeft gegeven, de moeder van alle mensen. Jarenlang wilde ik een kind krijgen, maar dat kon niet. Op een avond beloofde God mijn man dat hij kinderen zou krijgen zoals de sterren aan de hemel en zoals het zand in de zee. Heb jij wel eens geprobeerd de sterren te tellen? Wauw, dat zijn er zoveel. Onmogelijk om te tellen. En hoe zouden we zoveel kinderen krijgen als ik al 90 jaar oud was en nog geen kind had? Na verloop van tijd verloor ik de hoop om moeder te worden. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En het idee kwam bij me op om mijn man ervan te overtuigen met mijn slavin te trouwen. Zij was mijn slavin en haar kinderen zouden mijn kinderen worden. En zo konden we alle kinderen krijgen die God ons had beloofd. Maar zal ik je eens een geheim vertellen? Dat was het ergste idee van mijn leven. Het begon allemaal toen we naar Egypte gingen. Er was heel veel honger en er was nergens voedsel te krijgen in Kanaan. Dus we besloten om naar Egypte te reizen. De farao ontving ons daar met veel geschenken. Ik was erg mooi en de farao hield erg van mij. Maar op dat moment zondigden we tegen God door hem leugens te vertellen. En dat mag je nooit doen. Abraham vertelde de farao dat ik zijn zus was. En ik hield ook mijn mond. Farao gaf Abraham veel geschenken en ook enkele slaven, omdat hij met mij wilde trouwen. Godzijdank zijn we hiervan gered en we moesten wegrennen en Egypte met groot verdriet verlaten. Onder de slaven die farao ons gaf, gaf hij mij ook een slavin, Hagar. Ik was heel blij, omdat ik niet meer zoveel in huis hoefde te doen. Ze hielp me met alles en we konden het goed met elkaar vinden. Totdat ze met Abraham mijn man trouwde en zwanger werd. Ismaël werd geboren en toen begonnen de problemen. Wat ik ook tegen haar zei, ze was niet langer gehoorzaam. Ze werd trots en hoogmoedig. Onbeleefd en deed wat zij zelf wilde. En ik? Ik bracht de dagen door met huilen en ze werd steeds erger. Ze leek de baas van het huis te zijn en mijn man Abraham was erg blij omdat we eindelijk een zoon hadden. Maar hij besefte niet hoe verdrietig ik was. Ons huwelijk was helemaal niet meer hetzelfde. Tot er op een dag 3 zeer knappe mannen verschenen. Mijn man nodigde hen uit om te komen eten en een van hen vertelde hem dat ik een zoon zou krijgen. Ik begon te lachen. Dat was ongelooflijk. Ik was 90 jaar oud. 90 jaar oud. Ik was te oud om kinderen te krijgen. Maar ik besloot te geloven en God te vertrouwen. Ik wist dat God mijn gebeden zou beantwoorden. En de belofte werd vervuld. Ik kreeg een zoon, Isaac. Maar Isaac had veel last van Ismaël. En om problemen te voorkomen moesten Hagar en Ismaël weg. Dat herstelde de vrede. Hoewel het voor mijn man Abraham moeilijk was, omdat hij zoveel van zijn zoon Ismaël hield. Na die ervaring van geloof met God veranderde God mijn naam. Daarvoor heette ik Sarai. En nu heet ik Sara. Dat betekent prinses. Weet jij wat? Ik heb een ding geleerd. Er is niets beter dan te vertrouwen en te geloven in God. Maar er is ook iets anders heel belangrijk. Laat nooit andere mensen tussen je huwelijk inkomen. Vanaf dat moment werd ik de moeder van allen die God geloven en vertrouwen. Veel later zei Paulus, een goede leraar van de wet en een volgeling van Jezus, dat alle kinderen en mensen die op God vertrouwen, mijn kinderen zullen zijn. En allen die niet vertrouwen, kinderen worden genoemd van Hagar. Vond je mijn verhaal leuk? Ik hoop het wel. Vergeet niet, lieg nooit en vertrouw altijd op God. Dag kinderen!